Ik ben Jaal Vinks en we zijn op de kunstroute in de tuin van Thorbecke, waar ik verhalen vertel. Verhalen van de kunstobjecten die hier vandaag en morgen tijdens de kunstroute hangen. Kunstobjecten gemaakt door Judith Bloetjes, Janine Melaai en door Geert Keuter. In de ogen van de verliefde ben ik niet alleen een ring, maar vorm ik het begin van een nieuw leven. Een leven waarin alles anders zal zijn. Judith en Geert zijn vrienden van me, maar bovenal bewonder ik het werk van Judith al heel lang. Zij maakt echt zulke prachtige dingen en het wordt ook steeds beter en beter. Dus ik wilde haar heel graag in deze tuin hebben. Janine kende ik niet en zij is aan mij gekoppeld door Resi van de Ploeg, die de kunstroute organiseert. Judith maakt sieraden, onder andere sieraden van porselein en van zilver. En daarnaast maakt ze ook sculpturen. En hier in de tuin, tijdens de kunstroute, hebben we zowel de sieraden liggen als een van haar sculpturen staan. Slaan van de pauken, kwak ze me op de schijf. Pats, au. En daar begin ik al te draaien. Sneller, steeds sneller, tot de tonen van de muziek zich mengen tot een dronken zigeunerorkest. Nou, ik schrijf doorgaans over de levens van mensen, zowel voor de krant, ik ben journalist, als in mijn boeken. En toen dacht ik, voor die kunstroute laat ik het perspectief eens veranderen en laat ik eens kijken of ik vanuit het object kan schrijven. Kan je een ring tot leven wekken? Vinks is ook blij met het werk van Janine Melaai in haar tuin. Het belangrijkste stuk is de ketting. Het is gemaakt van Belgisch natuursteen. Er zit volgens mij ook Portugees steen in, maar dat weet ik niet zeker. Er zit in ieder geval marmer in. Hij is gemaakt voor de plataan in de Hortus Botanicus. Daar heeft hij nooit gehangen. Maar ik ben heel blij dat hij nu wel hier hangt. In de Hortus waren ze een beetje bang dat de takken er zouden van afbreken. Maar hier hebben we hem zo weten op te hangen dat het allemaal goed komt. Dus hij hangt eindelijk waar hij moet hangen, namelijk een ketting voor een boom. Waarom zou je zo'n tuin willen delen? Mijn man en ik, Mark en ik, zijn natuurlijk enorme bofferts dat we dit hebben kunnen kopen. We wonen hier nu een half jaar en we zijn echt zeer gelukkige eigenaren. Maar als je zo'n tuin hebt, en dat is natuurlijk het grootste deel van het jaar, is die ook echt van ons en dan zitten wij erin en verder niemand. Maar ik wilde zo'n grote mooie tuin ook op een aantal momenten in het jaar wel delen met de stad. Op een manier die bij ons past. Op een manier dat we het ook wel in de hand kunnen houden. Dus daarom hebben we ook gezegd niet meer dan 30 man in de tuin. Maar behalve dat die van ons is, is dit ook historische grond. En is dit toch ook een beetje van Leiden. Het is niet alleen maar van ons. Wie de tuin van Thorbecke deze kunstroute heeft gemist, krijgt dus nog wel een kans.